journalist en schrijfster Fiona Swart, die staat aan tafel. Ze interviewde fiscaal jurist Elmer Hogevorst over de vraag hoe burgers zich concreet kunnen voorbereiden op de huidige economische instabiele tijden. Ook blikte Fiona 1,5 jaar geleden al een keer vooruit met Hogevorst over hetzelfde thema. Welke zaken zijn veranderd of juist uitgekomen en is er licht aan het einde van de tunnel? Die is er zeker. Mooi om straks mee af te sluiten. Ja, toch? Ja. Ja. Nee, het was een heel mooi gesprek, maar laten we eerst een beetje de andere dingen van de andere kant uitlichten. Zo hebben we op de voorpagina dat het virus toch waarschijnlijk uit een lab kwam. Nou, dat is iets heel interessants, want ook binnen de mainstream media is dat ook een soort taboe. Dat mag je niet zeggen, wordt niet over gepraat, wordt weggezet als complottheorie. Maar er zijn toch wel heel veel aanwijzingen dat het toch zo is. En ook daar, ook als we het hebben over het item van net, dat we het daarover moeten hebben. Daar nodigt dit artikel heel erg tot uit. Van laten we het in ieder geval onderzoeken in plaats van wegzetten als onzin. Ja. Ik wou nog iets zeggen over de... Ja, er stond een tweede artikel ook nog op de voorpagina. Ja, dat ging over eigenlijk de hypocrisie rondom het WK. Want we zien nu heel veel wordt er gedeeld om het WK te boycotten. Want er zijn 6500 arbeidsmigranten overleden door de werkzaamheden die ze daar hebben uitgevoerd rondom het bouwen van die stadions. Blijkt dat dat dus niet klopt, maar dat dat getal eigenlijk uit zijn verband is gehaald. Dat er natuurlijk heel veel niet klopt rondom het WK is zeker waar. Moeten we het ook over hebben. Alleen, er hangt wel een hypocriet sausje omheen. Want we doen als Westen en ook als Nederland doen we natuurlijk al jaren gewoon zaken met dat soort landen. En dat doen we ook gewoon. Dus laten we het dan ook helemaal breed trekken. En daar nodigt dat artikel tot uit. Om daar eens in ieder geval over te hebben. Mag jij een tipje van de sluier oplichten? Want ik ben heel erg geboeid geweest door dat getal van 6.500 overledenen. Dat moet naar beneden, dat getal? Of moet dat... Nou, er vallen daar zeker doden. En er gebeuren daar heel veel dingen die niet kloppen op het gebied van mensenrechten. Alleen dat hangt niet alleen ons om dat WK. Dus dat getal is een arbeidsmigranten van jaren. Oké. Okay. Dus het wordt uit zijn verband getrokken. Ja. Zijn niet alleen maar overledenen bij de bouw van die specifieke voetbalstadion. Precies. Ja. Oké. Okay. En verder? En we behandelen de zaak van de Blauwe Tijger. De Blauwe Tijger is een uitgeverij. Met een wat conservatiever geluid zou je het, als je het in een hokje wil zetten, zou je het zo kunnen zeggen. En zij worden door de overheid gezien ook als eigenlijk een geluid wat er een soort van niet mag zijn. Weggezet ook als radicaal, een gevaar voor het algemene geluid. En zij gaan nu een rechtszaak aan. En ik denk dat dat een heel belangrijke rechtszaak is om te volgen. En waar gaat de rechtszaak dan precies over? Wat wordt er geëist? Nou, of ze dat ze van die lijst af willen. Van het soort, de lijst van de terroristische organisaties. NCTV afgekort, juist, geloof ik, hè? Ja. Okay. Ja. Dus heel belangrijk om te volgen. Dus vandaar ook het artikel. Het andere artikel wat ik graag wil uitlichten is van de MH17. Daar is een belangrijke... procedure ook, waar ook heel veel over te zeggen valt. Er zijn namelijk 4 verdachten waren er in deze zaak voor het afvoeren van de raket. En daarvan zijn er 3 tot schuldig bevonden. En dat is gisteren gebeurd, geloof ik? Ik weet niet zeker of het gisteren was, maar wel deze week in ieder geval, heel recent. En nou kan je zeggen van, nou, het is goed, want er zijn schuldigen en we weten nu wat er aan de hand is. Maar het is een beetje voor de bühne. Want sowieso zijn zij niet in Nederland. Dus het zijn, als ik het goed zeg, 2 Oekraïners en een Rus. Die daar gewoon blijven. Dus we hebben nu die worden niet uitgeleverd. Precies. En daarnaast is er ook een Finse BUC-commandant die gewoon zegt van... ik weet niet wat de rechter heeft bedacht. De rechter heeft gezegd, ze hebben zich vergist. Ze hebben de MH17 aangezien als een vliegtuig wat van de vijand, zeg maar. Dus nooit had aangeschoten had mogen worden. Maar ja, die zegt juist weer... Dat kan helemaal niet en dit is heel doelbewust gebeurd. Zo zijn er heel veel theorieën. Ik nodig ook zeker uit om het artikel te gaan lezen, omdat ook dit een zaak is waar heel veel in de doofpot zit en waar we het volgens mij ook gewoon echt moeten volgen, omdat het iets heel belangrijks is ook voor ons land. Maar okay. Vragen daarover, dat vonnis. Vinden jullie dat nou niet toevallig dat dat dan nu juist na 8 jaar tot een conclusie komt? Zeker. Dus dat legt denk ik ook weer heel veel bloot over onze
staat van onze rechtsstaat op dit moment. Waar zou de toevalligheid dan in zitten? Nou, het werd toch wel weer... Ja, dus, Rusland is de boeman. Het waren dan, als ik mij niet vergis, twee Russen die dan de schuld krijgen. Maar waarschijnlijk niet vervolgd kunnen worden, geloof ik, als ik mij niet heb vergist. Russen en Oekraïners, geloof ik. Ja. Oekraïners en Rus, van de Ja, ik heb toch een stuk gelezen waar het toch wel weer richting Rusland, boeman ging. En dacht ik van, ja, 8 jaar heeft dat hele proces geduurd. En nu... Ja, er zou maar eens een schijntje van sympathie voor Rusland kunnen komen. Dan wordt dat nu wel weer eventjes weer de kop. Nee, zeker waar. Dat heeft ook wel te maken met wat wij moeten denken. Ja. En nu door naar het artikel wat jij hebt geschreven in het interview met Elmer Hogevorst. Ja. Ja, ik heb met Elmer inderdaad ook 1,5 jaar geleden al een keer eerder gesproken. Gaan we straks nog eventjes naar kijken. Maar, hij heeft een analyse eigenlijk over de economie. Nou, je ziet het in de kop, er komen economisch zware jaren aan, maar daarna breekt een prachtige tijd aan. Ik denk dat heel veel mensen ook die economische zware tijden nu wel voelen. En daar kan je iets mee. We hebben daar allemaal mee te maken. Dus hoe zorg je ervoor dat je niet in een soort verlammingsstand komt, dat je het allemaal over je heen laat spoelen. Dus daar hebben we het eigenlijk vooral in het artikel over gehad. En waar kan de kijker Elmer Hogevorst van kennen? Hij is een fiscaal jurist en hij heeft heel veel ervaring met het begeleiden van particulieren in het beschermen van hun vermogen. Hij is ook vaak te zien bij Society 4.0-achtige bijeenkomsten waar hij lezingen geeft. En hij is best wel vaak ook in podcast geweest. Daarover gesproken wil ik graag een stukje laten zien toen hij bij Madelon Vos een aantal jaar geleden een klein interview gaf. Oké, laten we daarnaar gaan kijken. Hoe kon je een heel huishouden laten eten en laten leven op één inkomen? Tegenwoordig kan dat niet meer. Wat is daar de reden voor? Nou ja, de belangrijkste reden is natuurlijk die enorme geldcreatie. Hè, sinds 1971 dat die koppeling losgelaten is van de dollar. Ja, dan zie je... Want vroeger was de dollar gekoppeld aan goud. Hè? Dat was één pond pot nat. En Nixon heeft toen in al zijn wijsheid besloten, want hij zat in de Vietnamoorlog en er werd veel te veel geld. Ze waren eigenlijk al veel te veel geld aan het drukken. En toen heeft hij in zijn onmetelijke wijsheid besloten om die koppeling los te laten. Wat er sinds die tijd gebeurd is, en zeker op het moment dat die rente dan nog eens sinds de jaren 80 gaat dalen, dan krijg je een soort vliegwieleffect waarin geld lenen wordt steeds normaler. En iedereen vindt het ook normaal. Nou, dan leen je toch nog even wat. Ja, en daar zitten denk ik gewoon heel veel risico's in. Ja. En zolang die rente laag blijft, is er niet zoveel aan de hand, hè, zoals nu. Als je verdiept in grote cycli, grote golfbewegingen, dan weet je dat er een moment gaat komen dat die rente weer op gaat lopen. En dan denk ik dat heel veel bij heel veel mensen lijden in last is. Ja, dat was dus een fragment van een aantal jaren al geleden waar hij wat economische historische duiding gaf. Klopt. Ja, hij heeft het daar heel duidelijk over lijden in lasten. En ik denk dat het heel lang goed is gegaan. En nog gaat het heus mensen ook nog steeds wel goed. Maar er zijn ook heel veel mensen. En daarom vond ik die vraag gewoon relevant om hier ook te laten zien. Hoe kan het zo zijn dat we vroeger met één salaris een heel gezin konden onderhouden? En nu zijn er mensen die allebei werken en eigenlijk net aan of net aan niet rondkomen. Nou, daar hebben we het ook over gehad in het artikel. Hoe kan dat? Wat kunnen we daaraan doen? En hij is heel eerlijk. Hij zegt ook van... Er is een economische crisis, ja, die is eigenlijk niet te vermijden. Daar zitten we al in. De inflatie is hoog, de gas- en energieprijzen zijn hoog. Maar wat ga je doen? Als je nu een stukje vermogen hebt, maak een plan om het te beschermen. Heb je juist geen vermogen, heb je schulden, ga dan ook een plan maken. En hij zegt ook, ga zorgen dat je je creativiteit aanboort. Want we zijn allemaal mensen die iets kunnen creëren. Maar dat wordt ons ook vaak een beetje afgeleerd binnen school. Hè? We worden eerder... Ja, geleerd om in de pas te lopen en vooral uit te voeren. En deze tijd vraagt echt om andere dingen. Nou ja, je interviewde hem dus afgelopen week voor de andere krant. Maar 1,5 jaar geleden sprak jij hem ook. Misschien toen mensen zich nog wat minder bewust waren van die economische crisis. Wat heb jij hem toen gevraagd? Eigenlijk redelijk dezelfde vraag, maar ook... Wat voorzie jij en voorzie jij dat het heel erg gaat worden of juist niet? En hoe kunnen mensen zich wapenen? Dus we kunnen er een klein fragmentje van laten zien. Ja, daar hebben we ook een video van meegebracht. Het Chinese systeem, zie je dat ook naar Europa komen? Dat is... Het is koffiedik kijken, maar heb je er een gevoel bij? Koffiedik kijken. Ik heb zelf nog steeds het gevoel dat er heel veel mensen dit niet zien. En denken van, dat is iets van China. Mm, zeker. Dus dat gaat bij ons absoluut niet gebeuren. Heel veel mensen hebben nu nog echt niet dat crisisgevoel.
De meerderheid heeft het niet. Totaal niet. Nee. En zeker als jij nog steeds je baan hebt omdat jouw werkgever nog steeds geld van de overheid krijgt. En er zijn er genoeg die zeggen van ik krijg niks of te weinig of ik moet interen daarop. En maar ik denk dat er echt al een heel stuk verborgen werkloosheid in zit. En ik denk dus dat we bij een fase gaan komen en die zou dit najaar al kunnen gaan gebeuren. Waarin dus die economie echt serieus klappen gaat krijgen. En als dat dan tot gevolg heeft dat mensen ontslagen worden en dat ondernemers echt failliet gaan, dan neemt de boosheid toe bij de mens. En dan zullen ze veel meer, verwacht ik, op gaan staan tegen alles wat er nu op dit moment gebeurt. Ja, hij benoemde dat het dit najaar al zou gebeuren. Dat zou dus betekenen het najaar van 2021. Deze video komt van mei 2021. Ja. Is dat uitgekomen? Heb je daar nog op terug gereflecteerd? Dat is deels uitgekomen, maar het gaat een soort langzaam. Dus natuurlijk, ik denk vanaf het moment dat die lockdowns er waren, is er natuurlijk in onze economie heel veel gebeurd. Alleen heel veel mensen hebben het niet meteen gevoeld. En we zijn nu 1,5 jaar verder. Nu is het niet meer te ontkennen. Dus zijn voorspellingen komen zeker uit. Maar het gaat wellicht langzamer dan die had voorzien. Maar dat er wat aan de hand is en dat dat niet te ontkennen is, dat is heel duidelijk. Ik snap dat voor het hele interview en voor al zijn adviezen we sowieso de andere krant morgen moeten lezen. Maar kan je een tipje van de sluier geven voor zowel de mensen die misschien wel wat vermogen hebben om te beschermen, of mensen met een wat meer modaal of misschien zelfs zelf schulden? Mensen die wat meer vermogen hebben om te beschermen, is het heel interessant om naar goud en zilver te kijken. Heel veel mensen zijn ook bezig met vastgoed. Maar de vastgoedmarkt staat heel erg onder druk. Dus de kans dat je daar je vermogen mee beschermt is niet zo groot. Het blijft wel altijd maatwerk. Dus het is heel belangrijk om ook echt per individu te kijken en naar je wensen en je dromen. Maar goud en zilver verwachten je dat het heel stabiel blijft. En dat het dus heel slim is om daar wat mee te doen. Als je juist schulden hebt of je komt niet uit of je huis staat heel erg onder water of die gaat wellicht onder water staan, ook dan kom in actie. En dat betekent in je vertrouwen gaan stappen. Dus uit die angst dingen gaan creëren, in je creativiteit stappen. En wellicht als je huis bijvoorbeeld een enorme lastenpost is, daar dan de conclusie trekken dat je anders moet gaan wonen. Maar ga je te doen. Dat is wel echt de boodschap van het artikel. En hij zei in het fragment van 1,5 jaar geleden ook nog iets over het CBDC. Ja. Komen jullie daar nog op terug? In dit artikel minder. Ik heb hem inderdaad toen die vraag gesteld van verwacht je dat dat hier komt? En toen zei hij ja. Ik denk alleen dat heel veel mensen dat denken dat het niet gebeurt. Want wij zijn het Westen en we gaan niet naar een Chinees model. Maar ja, we zien dat dat gewoon in ontwikkeling is en dat dat op ons afkomt. Dus zo is het met heel veel dingen. We zien heel veel dingen aankomen. En heel veel mensen reageren van, ah, dat gebeurt hier niet. En dat gebeurt niet in het Westen. Wij zijn juist een vrije samenleving enzovoort. Maar ik denk dat de afgelopen jaren ons heel veel heeft geleerd om niet naïef te zijn en daarop te anticiperen. Die CBDC staat toch eigenlijk al vast voor begin volgend jaar? Ja. En als je dat combineert met het vaccin, paspoort. Waar jij mee opende. Zijn twee. Dat is die combinatie is horror. De voedselbank pinpas. Ja, en de voedselbank pinpas ook nog erbij. Ja, daarom. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. En wij zijn degene die dat kunnen stoppen. Maar waarom zegt hij dan toch dat er licht is aan het eind van de tunnel? Omdat er zoveel naar buiten komt, waardoor het niet anders kan, dat mensen zeggen, hé, het klopt niet. En het gaat misschien langzaam. De mensen die al heel lang zien welke agenda er wordt uitgerold en wat er allemaal niet klopt, die hebben echt zoiets van, zie het nou nog niet. Maar we kunnen dat niet forceren. Die pijn moet vaak groter worden bij mensen. Er komt heel veel naar buiten. Er wordt ook heel veel gecensureerd. Maar niet alles is te censureren. Het internet is gelukkig ook snel. En dingen, ja, daar heeft men ook gelukkig niet alle grip op. Dus juist vanuit dat vertrouwen dat we deze crisis misschien nodig hebben om het uiteindelijk beter te maken. Niet naïef zijn. Hè, niet alles is licht en liefde. Wel het aankijken. Maar uiteindelijk in het vertrouwen stappen. En zorgen dat we meebewegen, anticiperen en ook grenzen aangeven. Ik wil mijn gasten enorm bedanken voor jullie bijdrages. Iedereen die boven zit op de redactie nog steeds keihard te werken, dank je wel voor al jullie werk afgelopen week weer hebt verricht. En kijkers, jullie ook enorm bedankt.